zijn? Nee. We moeten over één waterblok. Het lijkt er wel op dat we moeten overleven op één waterblok. Dat is één boot op een waterblokje midden in de lucht. Jongens, de boot gaat een beetje heen en weer. Het gewicht is te zwaar. Het gewicht is te zwaar. Ik heb wel een idee. Zo. Anna, heb je nou dat kind naar beneden gegooid? Ja, jij zei gewicht. Misschien is dat wel een geniaal idee. Sarah, gooi Sam naar beneden. Gooi Sam naar beneden. Wat? Sorry, Sam. Laat er Sam. Oké, daar ging Sam. Het is nog steeds best wel krap, toch? Ja, ja. Zoe, gooi Anna er ook maar af. Vier. Wat? Doei. Zoe, dan kun jij er ook af. Ja, doei, Zoe. Nou, nu is het alleen nog bij drie, Tommy. Oké, ik verplaats een beetje de boot. Nee, Sarah. Ik kom in de boot. Wat is het plan? Het enigste wat we hebben gekregen is een visengel. Hoe gaan we hier ooit op overleven? Nou, dan denk ik dat we moeten vissen, Dennis. Maar we zitten in een boot. Wacht eens even, Tommy. Dan moeten we van de boot af. Oké, laten we uit de boot gaan. Oh nee. Oké, dat ging nog maar net. Heel voorzichtig. Waar is het waterblokje? Oké, we moeten op het waterblokje. Jij staat er boven. Oké, hak de boot weg. Hak de boot langzaam weg. Het lijkt erop dat we niet door dit waterblokje heen kunnen zakken, Tommy. Maar laten we proberen inderdaad. Of we kunnen... Dennis. Tommy, je moet niet mij vissen, oké? Oké, ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Want het enige wat we inderdaad kunnen doen is vissen. Zal ik hier zeeogurken van krijgen? Ik heb geen idee. Normaal krijg je van vissen vis natuurlijk. Maar we moeten hierop overleven. Dus ik ben benieuwd wat we dan krijgen. Tommy? Ik heb een axolotl-span gekregen. Hier. Tommy! Nee! Dat is een mega mooie gele axolotl! Ja, maar inderdaad. Tommy, er is geen ruimte voor al die mensen. We moeten eerst hier omheen kunnen bouwen, oké? We hebben bouwblokken nodig. Oké, laat mij maar even vissen. Oh, wacht, we kunnen tegelijkertijd vissen. Oké, we moeten hopen dat we bait krijgen. Maar we kunnen dus allemaal andere dingen krijgen van dit ene waterblokje, Tommy. Zoals bouwblokken en dat soort dingen. En die hebben we zeker wel nodig om te overleven. Alleen... Oh, ik heb bait! Ik heb blokken gekregen. Als je die in je eigen crafting table doet, wat je hebt bij je inventory, hier zo... Inderdaad. Dan kan je daar bouwblokken van maken. Dan kunnen we het eiland uitbreiden. Oké, breid maar uit, Tommy. En dan kunnen al onze vrienden er ook weer bij komen. Precies. Jongens, ik weet niet of jullie ons horen van de vier boven, maar jullie kunnen komen, hoor. Oh, daar is Sarah al. Jazeker, je kan komen. Perfect. En daar is Zoe, Anna. We kunnen eindelijk staan nu. Anna, waarom kijk je maar aan alsof je mij naar beneden wil gooien? Het was niet mijn idee, het was niet zelf, mijn idee. Wat denk je hier? Anna! Tommy, help! Oké, gelukkig span ik weer hier. Leuk hoor, Anna, leuk hoor. Oké, jongens, het laatste wat we moeten doen is elkaar de afslaan, oké? Hetgene wat we moeten doen is gewoon vissen. We moeten met z'n allen gaan vissen. Inderdaad. Oké, dat zijn wel mega veel vissen. Hoe weten we nou wie de bait heeft? Dat zien we vanzelf, denk ik. Weet je wat ik ooit heb geleerd, Tommy? Let op. Ik heb nu Sarah aan de haak geslagen. Die was heel slecht. Sorry, Sarah. Ik ga wel door met vissen. Ik heb een emmertje water gekregen. Ik kocht een emmertje water. Tommy, plaats eens hier. Want misschien als we dan nog meer water hebben, dan kunnen we erbij vissen. Tommy, daar. Ik bedoelde meer naast het blok hier zo, weet je wel. Hier kunnen we tenminste ook gaan vissen. Nee. Tommy, haal hem maar weg. Oké, dit ziet er echt niet uit. Oké, inderdaad. Oké, we moeten hem tactisch plaatsen. Want volgens mij kunnen we gewoon vissen in elk water natuurlijk. Dus, Tommy, precies. Als we hem nou iets uitbreiden en we bouwen hier dan ook een blok omheen, dan kan je daar extra water plaatsen. Oké, perfect. Tommy, plaats maar extra water aan de zijkant hier. Zo, dan kunnen we daar ook vissen. Inderdaad. Kijk eens aan. Gaan wij hier vissen? Jongens, ik heb een spin gekregen. Ik heb nog een vis. Tommy, de vis hebben we al gehad. Anna, je hebt je haak in mijn neus geslagen, oké? Ja, sorry. Sorry. Bij jou ook. Laten we eerst een stukje gaan vissen. Jongens, dat is wel beter. Kijk eens aan. We hebben een infinite water source gemaakt. En het eiland is een beetje uitgebreid door Anna. Anna, ik wist niet dat je zoveel grasblokken had, oké? Ja, ik had heel veel. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? We stonden echt moeilijk te doen op een paar blokjes. Ja, sorry. Jongens. Ik wou net zeggen dat het al aardig donker wordt hier zo aan de lucht te zien. Ik geen zwembad hier. Jongens, wat doet hij hier? Ja, ik weet het niet. Voor mij is al heel lang stuk. Tommy, is dat die opa van Blokstad? Ja, dit is die opa inderdaad. Wil je nou zeggen dat al die mensen
mensen van Blox dat hierheen komen omdat Blox dan nu weg is. Oh, nee toch? Alleen, ik hoop het niet. Jongens, we hebben een klein probleempje, zeg maar. De zon gaat onder. We hebben hier nergens toortjes, dus dat betekent dat er heel wat monsters kunnen komen. We hebben geen hot tub. Oké, opa, we hebben inderdaad geen hot tub. En je gaat al zeker niet in ons water zwemmen, oké? Nee, precies. Dat is echt mega vies. Dat is het enige water wat we hebben. Je gaat hier niet in wassen, oké? Nee, wie weet waar je allemaal bent. Oké, toch? Je had een idee, toch? Want jij wou een Infinite Water Source maken om allemaal gaten te maken, dat iedereen een eigen plek had om te pissen. Ik heb hier nog een emmertje en dan kan ik dat zo vullen met allemaal water. Dat is perfect, oké? Pak dan iedereen een vishemmel en iedereen vist al zijn eigen plekje, oké? Oké. Dan kunnen we op deze manier mega veel blokken verzamelen. En... Dennis, wat zou dit zijn? Misschien kun jij even kijken wat het is. Oh, dank je, Dennis. Anna, niet zomaar van die spawn eggs plaatsen, oké? Oké, ik heb hout. Oké, maak daar mijn crafting table, plaats die hier. En maak ook een kist en plaats die ernaast, oké? Jongens, ik hoop dat we een beetje goede blokken krijgen. Ik hoop het ook. Maar in ieder geval hebben we al een crafting table en natuurlijk een kist. Oh, ik heb doortjes gekregen. Oh, en een bloemetje. Perfect, zo, je plaatst overal maar doortjes op het eiland, oké? Ja, ik heb gekregen. De spanner, tenminste geen monsters. Daar zo. Doe even tussen jou en mij. Ik ben echt mega bang in het donker. Iedereen weet het al van jou, Dennis. Oké dan, Tommy. Oké, laten we alle bouwblokken die we verzamelen gewoon in de kist doen. Dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen bouwen, oké? Laten we eerst maar een paar minuten gaan pissen, want dit duurt wel eventjes en dit is niet zo leuk om naar te kijken. Stop alsjeblieft. Dit is het laatste wat we willen horen, oké? We hebben een hele mooie Geen goede liedje, hè? Oh, nee. Is het wasseliedje niet goed? Klinkt helemaal nergens naar. Nee, inderdaad. Dat is een belediging. Dat kan niet. Sam, ik heb diamonds gevonden voor je. Oh. Die heb ik opgevist. Oké. Ik had hem bijna naar beneden gegooid. Dat scheelde echt niks. Heb jij alleen een pickaxe om die te hakken? Ik heb helemaal niks. Wat ik wel heb, en trouwens... Wat is het? Wat ik me nu pas realiseer. We hebben geslapen op het gras. Maar ik had voor iedereen een bedje kunnen maken. Ik heb 40 bedden in Dennis. Wauw, Dennis. Ja. Maar maakt niet uit. Ik heb nu 20 bedden gemaakt met al het hout dat we hadden, oké? Zo, een bedje daar. Bedje daar. Zo, ik heb in ieder geval mijn bed alvast geplaatst hier zo. Ja, mijn is hier. Nee, dit is mijn bed. Hier. Dit hele bed is van mij. Dit hele bed? Ja, ik slaap mega ruim, Zoe. Ik slaap mega ruim. Maar kan ik niet ook een deel van jouw bedje hebben? Nee, Zoe. Als ik hier moet overleven, dan moet ik goed slapen, oké? Hier heb je eigen bed. Hier hebben jullie allemaal een bedje, oké? Dankjewel. Oh, oké, dankjewel. Wacht eens even, Tommy. Ik heb lava gekregen. Kunnen we daar niet een cobblestone generator mee maken? Wacht, plaats lava op deze big. Nee, Tommy. Laten we hier een cobblestone generator mee maken. Ik heb ook nog wat gasblokken. Dat is wel slim, inderdaad. Dan kunnen we daar oneindig veel steen mee krijgen. En we hebben natuurlijk genoeg water hier. Dus als jij weet hoe je die moet maken, dan kunnen we uiteindelijk zometeen gaan beginnen. Oh, dat is een eitje. Oké, en we hebben ook superveel steen. Dus laat ik ook meteen eventjes kijken. Zo, een furnace. Oké, dat heb ik niet gezien. Wat ze kunnen doen is, ze kunnen een huisje gaan bouwen. Zal ik dat hier een beetje gaan doen? Kijk eens aan, een cobblestone generator. En dan kunnen we hier een raampje gaan bouwen. Kijk eens aan, perfect. Daar komt het raampje en hier komt de deur van het huis. Wow, Tommy! Tommy! We moeten wel oppassen voor de schildpad. Wie hoor ik daar? Tommy, er staat daar een villager die helemaal rood is. Ik heb het wel goed, meneer de villager. Nee, ik ben een beetje ziek geworden. Wacht, jongens. En wat heb je te kopen? Jongens, denk je nou logisch over na? Normaal zeggen we altijd nee, we willen niks kopen bij jou. Wat heb je allemaal te kopen, meneer de villager? Nou, allemaal verrotte sinaagurken. Ja, die willen kopen. Die willen kopen. Normaal steen, cobblestone, wat we kunnen kopen. Ik heb hier, kijk, ik heb hier emeralds. Kijk je wel eventjes, oké? Ja, maar voor één emerald ook een paar sinaagurken, oké? Oké, ook een paar sinaagurken voor Tommy. Maar we hebben wat cobblestone nodig, oké? Ik heb wel dit voor jullie. We kunnen nu ons kijk eigen samen cobblestone allemaal cobblestone. Is dat een schimmeld cobblestone? Ja, dat is een schimmel. Volgens mij is het niet heel erg. En ik heb allemaal sinaagurken van jou, groene meneertje. Meneer de villager, ik heb de emeralds voor je, oké? Wil je deze? Zo, aan de kanten. Oké, ik leg ze hier neer, ja? Zo, daar. Ja, pak hem maar. Zo, dat zal hem leren. Zijn we daar eindelijk vanaf? Het lijkt erop dat we ook een of andere farm nodig hebben. Dus Zoe... Anna is al goed bezig met de farm Anna is al bezig. Oh, beter, want ik word gek van al die dieren. Is dat nou
oude lama! Oh, man. Tommy, wat doet deze sneeuwgurk hier? Ja, dat is... Dat moet natuurlijk, hè? Oké. Okay. Dat brengt goed geluk. Die kan je beter opeten dan. Oké dan, Tommy. Laten we de grond van een beetje wol maken in het huis. Een soort van klein zacht tapijtje, hè, waar je dan overheen loopt. Dat is toch wel mega ideaal. Ik heb wol als je dat nodig hebt. Ja, sowieso zoveel mogelijk wol. Dat zou fijn zijn. Oké, perfect. Oh, dat is mega veel. Oké, Tommy, help je mee met het huisje bouwen? Ja, zeker. Heb je heel veel hout toevallig? Ja, heb ik. Ik kom eraan. Oké, perfect. Ik ga het hele huisje hier weghakken. Dan gaan we echt een mega mooi huis maken. Ik heb bloks nodig en normaal hout, Tommy. Dan kunnen we een super mooi huis maken. Anna, hoe gaat het bij de dierenfarm? Bij de dierenboerderij hier zo? Ja, super goed hoor. Ben je dan aan het knuffelen met de lama's, Anna? Misschien. Oké. Wacht, zijn jullie nou een farm aan het maken hier zo? Dat is mega ideaal. Ja, die heb ik gemaakt. Oh, het begint echt aardig goed op het lijken, het eiland. Ik denk dat ik nooit meer terug wil naar Blokstad. Oké, dat is een grapje. Ik mis nu al mijn videocomputer en dat soort dingetjes, oké? Oké, Tommy, laten we beginnen aan het huis. Heb je allemaal bouwblokken? Oh, perfect. Oké, laten we pilaren maken van de logs, denk ik. Kijk eens aan. Mooie raampjes maken en we moeten een grote deur erin hebben. Dus ik denk een deur van 2. Wat denk jij? Een dubbele deur. Ik denk het ook. Als de pilaar iets tussen schuiven, dan zou dat perfect zijn. Dus even kijken, heb je ook wat houten logs voor mij? Dan kan ik meehelpen met bouwen en ik kan het hier wel een beetje uitbreiden. Kijk eens aan. Zo, dan breiden we dat een beetje uit. Oké, Tommy, laten we hier denk ik een extra pilaar neerzetten. Dan kunnen we hier tussen een raampje doen. Een mega hoog raam, denk ik. En dan kunnen we hier de deuren maken. Kijk eens aan, dat is perfect. Wow. Tommy, wat is dit? Ik heb ook een vraagje, oké? Hebben jullie mijn varken Bertha gezien? Nee hoor. Nee, zeker niet. Als ik vragen mag? Oh, dat is Bertha! Nee, wat is dit nou, Bertha? Tommy, wat gebeurt hier? Nee, zet Bertha neer, oké? Oké. Wat doet Bertha op ons eigen eiland hier zo? Dat ziet er wel plat uit, dat is geen plat land, hè? Oh ja, dat is plat land. Ik zie allemaal gewassen. Als je op zoek bent naar de tomaten, wat is die kant op daar zo? Alles maar rechtdoor! Ja, precies, okay, daar zo. Oké, dankjewel, meneer. Ik ga er weer mee met Bertha, oké? Rechtdoor! Oh ja, de weg stopt hier. Dat is waar ook. Dan gaan we daar ook vanaf. Oh jeetje. Tommy, wat doen al die rare mensen op dit eiland? Hoe komen ze hier? Geen idee. Hoe komen ze hier? Oké, Tommy, je moet hier wat glas plaatsen, oké? We moeten het huis verder uitbreiden. Dit bedje is echt mega lelijk. Daar moet ik verandering in brengen. Het gele bloemetje wordt voor mij. Dus even kijken, dan maak ik daar gele verf van. En met het gele verf en het bedje heb ik het beste bedje. Het gele bedje. Ik ga denk ik hier slapen. Mijn slaapplek komt daar. Perfect, dan kan ik mooi naar buiten kijken van de vier. Tommy, ik maak hier van mijn eigen slaapkamer, oké? Oké, is goed. Tommy, we hebben eigenlijk ook een groen bedje nodig. Eigenlijk wel. Hoor ik nou klop? Wacht even, kijk even door het raam, Tommy. Oké, ik zie niks. We hebben geen raam. Hallo? Wat is dit? Oké, hier, toet. Clown, kom eens hier staan. Wat doet die piep? Dan druk je nog op je neus. Oké, Dennis, druk op zijn neus. Oké, is goed. Oké, hij is er vandoor, Tommy. Wat een gekke piepo was dat dan weer. Heb je toevallig wat zand gekregen? Nog niet. Die moeten we even verder gaan vissen. Want als we verder vissen, dan kunnen we zand krijgen en dan kunnen we daarvan ramen maken. Anna, wat ben jij aan het maken? Nou, ik maak mijn eigen huisje. Wacht, maakt nou iedereen zijn eigen huis hier zo? Oké, succes Anna. Ja, succes. Succes. Weet je wat te doen, Tommy? Ik weet iets beters, Tommy. Tommy, ik heb een schep nodig. Ik moet even een schep maken. Zo, en dan hakken we dit hier weg, Tommy. Kijk eens aan. En dan plaatsen we hier een witte lijst. Wat doe je? Inderdaad. Als wij niet bij jullie huisje mogen komen, dan mogen jullie al helemaal niet in de buurt komen van ons huisje. Dus ik maak hier een lijst. We moeten wel onderscheid maken. En daar mogen jullie niet komen, jongens. Dit wordt ons deel van het eiland, toch, Tommy? Precies. Dit hele stuk is van ons. En dit wordt het beste eiland ooit. Het beste eiland ooit, Tommy. En dit is ons eiland, oké? Wie hier niet stopt, die krijgt een hakbel tegen zijn hoofd. Wat zeg je daar? Het blijft wel Minecraft, Tommy. Dat is waar. Ja, dus niet proberen. Tommy, dit is dus wat er gebeurt als we een eiland moeten delen met z'n allen. Het hele eiland staat op zijn kop, oké? Inderdaad. Anna maakt een of andere geheime bunker. Sarah, Sam en Zoe werken samen. Maar maakt niet uit. Ik zorg wel voor wat gezelschap vanavond, Tommy. Zo, Tommy, deze komt bij ons slapen, oké? Precies, en ik ga dan een barbecue maken. Barbecue? Of bedoelde je dat niet, Dennis? Nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Ik heb wel zin in een burgertje. Ja, toch? Ik ook. Jij ook? Hij zegt niet zoveel, Tommy. Volgens mij is hij er niet mee eens. Laten we maar eerst even het huisje afmaken. Tommy, het begint echt aardig goed te worden, kan ik je vertellen?
Inderdaad. Alle dieren hier aan het stelen. Zo, jij daar ook in. En laat ook nog een schaap meenemen. Dat is ook wel grappig. Zo, jij gaat daar ook in. En we hebben hier een dierenfarm, Tommy. Kijk eens aan naast het huisje. We hebben hier namelijk een boompje. We hebben onze witte lijn, want dit is wel ons deel van het eiland. Dit is inderdaad ons deel. En Tommy, kijk wat we hebben. We hebben hier zelfs een farm waar we zeeogurken laten groeien. Wat wortels. Wow. En natuurlijk ook de witte lijn eromheen. Een boompje. En laten we het huis laten zien. Dit is echt perfect. Jij hebt namelijk het huis ingericht en de bovenverdieping gemaakt. Dus ik ben benieuwd. Precies. Tommy, geef maar een soort van rondleiding. Oké, kom maar mee. Dit is jouw kamer, Dennis. Waarom slaap ik in een soort van kleine kelder? Nou, je hebt het zelf gemaakt, Dennis. Dat is waar. Ik heb hier wel mijn bed neergezet, maar het is wel een beetje krap hier, Tommy. Heb jij ook zo'n krappe slaapplek? Ja, zeker. Kom maar mee. Oké, dus we hebben wel gewoon eerlijke slaapplekken met evenveel ruimte, Tommy, toch? Het is heel eerlijk, Dennis. Het is heel eerlijk. Okay, kom maar naar dus boven. We hebben hier dus een crafting table en de furnace, Tommy. Ja, dit is toch eerlijk, of niet? Waarom heb jij een tweepersoonsbed die echt veel groter is dan mijn bed en veel meer ruimte? En wacht eens even. Heb je alle spullen in gedaan? Ja, zeker. Oh, man. Serieus nou? Serieus nou? Wat is er? Je hebt veel meer ruimte dan dat ik heb, Tommy. Dat is oneerlijk. Nee, maar waar heb je het over? Nou, ik moet slapen in een of andere Harry Potter kelder. En jij moet hier slapen. Met al het uitzicht, genoeg plek. Jij slaapt beneden, ik slaap boven. Nee, ik slaap hier, Dennis. Tommy, jij slaapt beneden, ik slaap boven, oké? Ik slaap boven, jij slaapt beneden. Oké, laat maar. Ik slaap wel beneden, Tommy. Ik slaap wel beneden. Inderdaad. Ken je plek, Dennis? Wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon. Oké, Tommy, laat dan kijken wat de rest heeft. Want wij hebben sowieso het beste huis. Tommy, heeft ze dat allemaal gevist? Anna? Heeft ze gewoon een heel huis opgevist? Wat is er? Huis opgevist? Nee, die heb ik zelf gebouwd. Met de blokken die je hebt gevist? Je hebt deze zelf gebouwd? Oké, Anna, waarom kom je opeens zo dichtbij? Anna, je komt opeens zo heel dichtbij. Anna, je staat in ons gebied, hè? Anna, nee, we hebben afspraken hier zelf. Je moet hier blijven staan, hè? Dat weet je. Tommy, dat is Oké. Anna, heb je dit echt helemaal zelf gebouwd? Ja, tuurlijk. Wow, nog een rondleiding? Ja hoor, kom maar binnen. Oh. Wow. Dit is de woonkamer en de keuken. Wow, dit spreekt op en je hebt uitzicht op het lelijkste huis van het hele eiland. Wat heb je hier nog meer, Anna? Dit is mijn slaapkamer. Heb jij nou een huisdier? Ja, dit is mijn katje Mo. Mag ik hem aaien, alsjeblieft? Ja hoor. Oh, hier, lieve Mo. Lieve kot ben jij, hè? Ja, zeker. Anna, heb jij nou vier bedden? Zijn het gewoon vier bedden? Ja. Oké, Tommy. Laten we de rest gaan kijken, oké? Jongens, zijn jullie thuis al? Wij zijn thuis. Ja. Wat is dit voor schuur? Schuur? Heb je dat? Het is een huis. Dat is het huis op een boerderij. En dat huis daarnaast, dat is het beste huis op het hele eiland. Nou, niet helemaal hoor. Dit is natuurlijk het beste huis op het hele eiland. Ja, zeker. Ja, precies. Oké, laat maar zien dan. Wacht eens even, dit is mijn bed. Jongens, waarom hebben jullie mijn bed hier neergezet? Dat is Ara's bed, hoor. Hebben jullie nou een poster van de creeper? Wat is dit? Ja, toch niet maar weg, inderdaad. Maar wacht eens even, wat hebben jullie hierboven dan? Wow, is dit jullie kistopslag? Ja, zeker. Is het een restaurant? Nee, Tommy, ik denk dat ze hier gewoon eten, zeg maar. Het is geen restaurant. Jawel hoor, ik heb een broodje. Mag ik een hamburger dan, alsjeblieft? Oké, heb je een pannenkoek? Heb je een pannenkoek? Dankjewel, je bent ook een pannenkoek, Zoe. Jongens? Ja? Wat hoor ik? Minor, wat doe jij hier? Ik denk dat we moeten volgen. Moeten we hem volgen? Moeten we volgen? Minor, dan Oh nee! Hij heeft een boze hond achter zich aan. Die hond is gek geworden. Was dat Sam die ons eiland heeft opgeblazen daar zo? Sam is de enige die naast ons huis staat, Tommy. Inderdaad. De hond staat er ook nog naast. Je weet wat we moeten doen, hè? Je weet wat we moeten doen. Ik weet inderdaad wat we moeten doen, Dennis. Sam, kom hierheen als je durft. Kom hierheen. Tommy, loop hier maar overheen, oké? Ik bouw voor jou. 3, 2, 1. Lopen, Tommy. Dennis! Dat was ik vergeten. Ik had misschien even het cobblestone hier zou moeten gebruiken. Oh, Sam, je dacht dat je veilig was. Oké. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op...